Hallo iedereen. Ik wil eventjes snel een korte video opnemen. Omdat ik niet alleen een aantal downloads weer gekregen heb, maar dat is iets wat ik zeker wil dat je mee weet. Omdat wanneer het gaat over manifestaties, dan is het vaak zo dat we er van allerlei dingen aan doen, dat we van allerlei dingen doen. Dat we technieken en tools proberen en wat dan ook. En toch slagen we er niet in om onze manifestaties of om wat dan ook te ontvangen. Nu, dat kan zijn dat eigenlijk je energie nog ondergeven is aan een aantal beloftes en geloftes die je gemaakt hebt. Niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens. En die zitten zodanig hard ingebed in onze energie, in ons DNA, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat ook al doe je nog heel veel affirmaties en wat dan ook, zolang dat stukje informatie nog ergens verstrengeld zit, aanwezig is, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat er een disbalans is. Waardoor dat je natuurlijk niet kan jouw manifestatie of je verlangen gaan ontvangen in de realiteit. Dus daarom dacht ik van, ik ga een hele korte video opnemen waarin dat ik jou ga zeggen wat dat je eigenlijk mag gaan zeggen. Dus hoe dat jou die geloften en beloften kan gaan volledig afbreken, zodanig dat je in staat bent om dingen te gaan verschuiven. Ik heb het gisteren nogmaals weer eens opnieuw gedaan voor mezelf. Ik had dat vroeger in het verleden eigenlijk niet zelf gedaan, maar iemand anders had dat zogezegd voor mij gedaan. En toen bedacht ik mij van ja, oké, het is misschien wel gedaan geweest, maar alleen maar op een bepaald niveau. En dus niet op alle niveaus die nodig zijn. Dus net daarom wil ik jou bij deze een hele krachtige transformatie meegeven. Nu, als je niet gewoon bent om te werken zoals dat ik doe, dan vraagt dat natuurlijk een kleine aanpassing, want het gaat echt over geloven in je intentie, in je eigen energie en in je kracht, in je eigen transformatiekracht. Nu, als je dat wilt leren, dan nodig ik je uit om het traject met de vlammen, het programma met de vlammen te volgen. Dat linkjes vind je allemaal hier onderaan. Maar ik ga daar nu niet over uitweiden, want ik wil ook nog andere video's opnemen. Dus mijn tijd is een beetje beperkt vandaag. Dus de transformatie gaat als volgt. Die zegt, ik ga misschien vooral duidelijkheid het ook in de box hieronder schrijven. Dan kan je het ook meelezen, hè. Dus, maar je zegt, ik transformeer diamantenlicht in het vacuüm of leegte die ik dadelijk ga creëren. Ik vernietig alle geloften en beloften die ik gemaakt en geleefd heb in alle tijd en ruimte. Ik optimaliseer mijn energie zodat alle herinneringen en codes die daaraan verbonden geëlimineerd en getransformeerd zijn in onvoorwaardelijke liefde. In alle tijd en ruimte optimaliseer ik mijn energie tot in mijn lichtlichamen, cellen en DNA. Dit is nu voor mij in orde. Dank u, dank u, dank u, dank u. Je ziet, ik ben ook bezig en ik inprogrammeer of programmeer of zet, integreer, of wil je het ook wel zeggen, eigenlijk ook die intentie, die energie als healer ook hier in deze video. Dus sowieso heb je het al meegekregen, maar het is super krachtig als je het ook nog eens voor jezelf doet. Zo, dat was het. Wil je meer van mij leren? Check de linkjes onderaan. Ik ga er geen extra woorden aan verspillen deze keer. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!